Yes, karpenvissers, welkom bij een nieuwe KWO-video. We zijn hier vandaag op het KWO-hoofdkantoor. Lekker binnen en dat mag goed ook, want het is winter. Hartstikke koud buiten, de watertemperatuur is gekelderd en het is lastig om een paar karpers te vangen. Maar goed, ik heb hartstikke leuk nieuws. Vandaag gaan we namelijk in gesprek in de studio voor een podcast/studiotalk met niemand minder dan Bjorn Kolschoten. Hij is een fanatieke visser die vaak in de winter doorvist. Hij weet heel veel van aas, heel veel van rechts, vist heel graag in het buitenland. Kortom, een man met een grote rugzak vol met karpenkennis. We gaan met hem in gesprek over al deze onderwerpen. Dus ik zou zeggen, pak een bakje thee erbij of een biertje. En dan gaan we eens eventjes een mooie middagje karpenpraat doen. Let's go! Ja, daar zitten we dan. Lekker warm binnen. En zoals ik in de intro al zei, ik heb je eigenlijk een beetje opgeheveld. Ik zeg, goede wintervisser, goede buitenlandvisser. Maar stiekem door de jaren heen heb je ook wel aardig wat ervaring opgedaan, denk ik. Kun je eens kort vertellen, wie ben je, waar kom je vandaan, wat doe je in het dagelijks leven voor werk? Zeker. Ik ben Bjorn Kolschoten. Ik ben 33 jaar oud. Ik heb samen met mijn vriendin een dochtertje van 8 maanden. Zo, dat is nog vers. Dat is slapeloze nachten. Ja, je weet er waarschijnlijk alles van. Ja. In het dagelijks leven sta ik voor de klas, basisonderwijs. Terroristen onder je? 31 koters. Nee, we hebben alleen maar brave leerlingen, volgens hun ouders dan. Ja. Wat doe ik verder? Ik voetbal op het veld, zaalvoetbal en vissen natuurlijk. Hoe lang vis je al? Nou, dat is wel een leuk verhaal. Ik vis ongeveer vanaf mijn 7e, 8e. Ja. Dat kwam eigenlijk voort uit... Ik ging naar het voetballen toe, fietsend. Oh, ik voel me vijvertje. Je ziet de karpen gevangen worden, ja, en dan ga je gewoon dan ga je los, zeg maar. Ja. Dus met de vaste stok begonnen, heel veel wezen korstvissen. Later met de wikkelpikker ook aan de gang. En dan koop je eerst een piepertje. Ja, en dan gaat het balletje rollen. Je hebt er ballenverstand van, dus je zit met een stalen onderlijntje te vissen. En het is, lekker beginnen. Het komt een beetje uit mijn generatie. Ik ben dan een jaartje of 3 ouder dan jou. Maar bij ons, toen ik jong was, was het niet zo dat de informatie nou echt voor het oprapen lag. Je had geen Facebook, je had geen Instagram, je had geen YouTube. Dus je moest veel meer zelf uitzoeken. En ik vind dat wel een hele mooie leerschool geweest. Al is het ook wel lekker, denk ik, voor de starters nu, dat er zoveel kennis voorhanden is. Ja, en dat gaan wij dus ook proberen. Eigenlijk hadden Bjorn en ik afgesproken van, joh, we gaan nog een video buiten maken. Maar ja, toen werd het november, een paar keer heen en weer gemeld. Ja, lastig qua datums. En ja... Toen was de winter begonnen, dus we zeiden, weet je wat we doen? We nodigen Bjorn uit in de studio en dan gaan we gewoon een aantal onderwerpen bespreken. En de eerste waarmee ik het met jou over wil hebben, is wintervissen. En dan klap ik er een stelling in, ben ik benieuwd wat je daarvan vindt. Dat is, de wintervisserij begint eigenlijk al bij watertemperaturen onder de 10 graden. Wat natuurlijk vaak begin november, half november al is. Wat vind jij daarvan? Ja, dat is een hele interessante. Je zou kunnen zeggen van wel onder de 10 graden. Wat je eigenlijk ziet is dat vissen heel erg sloom worden. Alles gaat in slow motion. Zowel hun gedrag. Je ziet de kieuwen veel minder hard heen en weer gaan. Aasopnames worden trager. Sowieso alle bewegingen worden trager. Voedseldoorloop gaat natuurlijk trager. Dus die 10 graden zit je aardig goed in. Wat ik wel heel belangrijk vind is dat je gaat meten in een bepaalde watertemperatuur. En dat je dat altijd op dezelfde diepte doet. Oh ja, want... Op 50 centimeter kan het warmer of kouder zijn dan op 3 meter. Absoluut. Ja, als je kijkt, als je zelf gaat zwemmen in natuurwater en je komt wat dieper, je voelt het gewoon ijskoud worden aan je tenen. Aan je tenen alleen. Precies, maar ja. Dat laat ik even in het midden. Ja. Maar daar zit gewoon een gigantisch verschil in. Dus kijk ook goed op wat voor diepte je gaat meten. Mm-hmm. Wat ik vaak doe is ongeveer de helft van het water, dan zit je gewoon aardig gemiddeld goed. Ja. Vissen houden zich vaak op in de warmste waterlagen in de winter. Omdat ze zich daar gewoon het prettigst voelen. Wat in de winter eigenlijk heel veel terugkomt, is dat ze zich veilig moeten voelen. En dat ze ook echt wel behoefte hebben aan warmte. Ja, en in hoeverre denk jij dan dat de karper, de positie in het water waar hij of zij verblijft, in hoeverre is dat, denk jij, afhankelijk van de watertemperatuur? Volgen karpers altijd warme water? Ik denk... Voor een groot deel wel, maar dressuur en vissers, zeg maar, dat ook echt wel heel veel uitmaakt. Wat je ook toch vaak ziet is dat vissen in een hoekje van het water gaan liggen waar minder gevist wordt. Ook in de winter. Wat we vaak ook hebben gezien is dat je vissen supergoed kunt vinden op de dieptemeter. Oh, ja. En waarom?
Nou, eigenlijk in het grootste deel van het jaar zwemmen de vissen veel meer verspreid. Mm-hmm. Zwemmen ze veel sneller en veel meer. In de winter is het veel geconcentreerder en zie je ze ook vaak liggen ergens onderaan een talutje. Mm-hmm. Tegen een richeltje aan. En wat dan mooi is, als je een goede dieptemeter hebt, ja. Nou, dan ben je echt spekkoper. Ja, dan is het echt wel een stuk makkelijker. Ik heb door de afgelopen winters heen, vroeger dacht ik ook echt van ja, weet je wat, ik vis in de winter gewoon tegen die takkenbos aan of gewoon op het diepste gedeelte van het water. Maar ik was bijvoorbeeld met René Treffers op pad. Was de eerste keer dat ik echt zo'n voerboot zag met een hele goede dieptemeter. En hij vaarde dan en was overal was het 4 meter. En was de duur een stukje poep waar het 3,70 meter was en dan hadden we 150 meter gevaren. En precies waar het dan die 30 centimeter verschil was, daar lagen dan vissen. En dan denk je echt van ja, hoe is dit nou mogelijk? Hè? Dat die vissen, waarom? Ja, dat is dus dat wij niet alles weten van die vissen. Nee, en het bizarre is ook nog dat ze daar niet de hele winter liggen. En vaak, wat ik zelf heb ervaren, is dat vissen eigenlijk een plek opzoeken waar ze zich dus veilig voelen, waar het warm is. Maar ook waar ze snel naar een ondiepere waterlaag toe kunnen, waar het sneller warm wordt. Dus bijvoorbeeld als de zon goed gaat schijnen, zullen daar nooit heel ver uit de buurt liggen dat ze het hele water over moeten zwemmen om bij zo'n plek te komen. Dat is eigenlijk wel interessant. Dus misschien een goede tip van, joh, hou het water in de gaten qua dieptes en qua waar de zon dan echt nog kracht kan hebben. Ja, zeker. En ook de rietkantjes. Ja, het is eigenlijk allemaal al bekend, dat soort plekken. Maar ja, wat ik zelf zie is in de winter dat waanzinnig belangrijk is. Zeker als je korte sessies wil gaan vissen. En je hebt die paar zonuren die je mee kunt pikken. Ja. Dan kan het in één keer van 0 naar 100 gaan. Maar eigenlijk is hier nog één vraag die hier aan vooraf gaat. Want ik denk dat heel veel mensen die wat minder ervaren zijn, die zeggen misschien, ja, ik wil wel gaan vissen in de winter. Maar waar bepaal je nou op welk water je kiest? Ja. Kun je daar eens wat over vertellen? Je voelt helder, troebel, zeker, groot, ja. Klein? Ja, ik zou dan, als ik een advies mag geven, eerst beginnen met kleine water. Mm-hmm. En met zo min mogelijk variatie erin. Dus ook zo min mogelijk vegetatie erin. Eigenlijk zo min mogelijk plekken waar vissen zich schuil kunnen houden. Ja, ja, ja. Want als je dan een plekje hebt, een bosje, een rietkantje, noem maar op. Talutje. Weet je eigenlijk bijna zeker dat ze daar voor een groot deel van de winter zullen liggen. Wat ik verder ook belangrijk vind is dat je kijkt naar wateren die wat helderder zijn. Waarom? Ik heb hem mee, hoofdlampje. Ja. Hier zit een verschijner op. Je hebt zoveel hoofdlampjes als ik iets mag adviseren. Drie keer klikken en dan... Precies, ja. En echt die verstraler, dat is echt goud gebleken in de winter. Zeker op ondiepere watertjes. Wat ik doe is eigenlijk zodra het donker wordt, met de verschijner water rondlopen, blijven kijken. En soms na 6-7 rondjes vind je in één keer de vissen op minder dan een meter water. Dus op het moment dat jij een helder water kunt bevissen dat wat ondieper is, dan zou ik zeker een hoofdlampje meenemen. Ja. En eerst gewoon goed op zoek gaan. Want dan kun je binnen een kwartiertje al meerdere vissen vangen, terwijl je daarvoor uren gelopen hebt. En ik zal je eerlijk zeggen, dit is de eerste keer dat ik dus denk, oh ja, dat is eigenlijk ook wel een manier om dat te doen. Omdat je in het donker, dan zijn de vissen misschien ook wat iets meer vertrouwder om echt die ondiepjes op te zoeken. Maar heb je dan niet, want dat zo zou ik nu denken, ja, als je dan zo'n bundel op die vis zet, dan schrikken ze helemaal de... Wow, ja, dat valt echt reuze mee. En wat ik al zei, alles gaat in slow motion, alles gaat trager. Mm-hmm. En op het moment, ja, je moet natuurlijk geen minuten lang schijnen, maar als je even kort schijnt en weet waar de vis ligt. En soms vind je ze dan ook heel gegroepeerd, ook heel dicht onder de kant, terwijl je daar overdag helemaal niks hebt gezien. Wat ook nog wel leuk is, is dat vaak overdag lijkt het water iets troebeler. En als jij 's avonds met je verschijner in het water gaat schijnen, blijkt het in één keer eigenlijk toch best wel helder te zijn. Als je wat verhogingjes hebt, een bruggetje of... Ben je even verbaasd hoe diep je kan schijnen? Zeg. Ja, het is echt waanzinnige meerwaarde. En wat ik dan vaak doe is klein, compact vissen, attractief vissen, met heel weinig aas. Ja, aas komen ze meteen op. Maar ik denk, wat mijn volgende vraag dan zou zijn van oké, je hebt dan je water gekozen, je hebt vissen, vermoeden gewoon waar de vissen zich ophouden. En zou je dan bijvoorbeeld 24 uur vissen of kies je juist voor om te ontdekken wanneer de aasperiode is? Of kies je voor, joh, ik ga een keer een ochtendje en dan... Ja, dat ligt er dus een beetje aan wat je doel is. Of je net vader bent geworden. Nou ja, dat zeker, ja. En vanuit dat, absoluut, dat ook nog eens. Nee, wat mijn voorkeur zou hebben is echt wel instant vissen. Kijk, die nachten zijn koud, er gebeurt
eigenlijk voor 95% van de tijd helemaal niks. Mm-hmm. En bij instant vissen blijf je bezig. Dus het actieve vissen, het lopen, kleed je goed aan. Neem wat proviant mee en gewoon gaan. En je zult zien dat je eigenlijk achter veel meer te weten komt dan dat je vooraf... Ja, dat je s'avonds om 6 uur in het donker in je bivy kruipt. Ja. En vervolgens denkt om 10 uur 's ochtends... Is het al licht? Ja, ik ga opruimen. Kijk, en dat je dat in andere jaarperiodes of in andere periodes van het jaar doet, prima. Want dan zijn de vissen veel actiever. Maar mm-hmm. In de winter zul je ze echt moeten zoeken. En daar is de kans gewoon veel kleiner dat je zomaar random een visje tegenkomt. Ze liggen gegroepeerder en als jij daar niet dicht te vissen, dan... En hoeveel tijd zou je een stek geven? Als je zegt, oké, stel je zit op een water, 4 hectare, het is best wel druk bevist water, je hebt wel dressuur, maar ook wel een groot visbestand. Ja. Ja, dan ga je niet 8 uur lang zo achter je hengel zitten. Nee, zeker. Nou ja, als je dus die dieptemeter met voerboot hebt, zou ik hem zeker regelmatig verleggen op plekken waar je gewoon vis ziet op mm-hmm. de dieptemeter. Heb je dat niet, half uurtje max. Ja, zo En gewoon doorgaan. Je kunt altijd weer terugkomen op zo'n plek. En wat je ook vaak ziet is als de zon eenmaal gaat schijnen of net wat feller is, dat vissen dan net iets actiever worden. Dus je kunt op de vis vissen, ja. Maar als ze niks willen, dan ga je ze niet vangen. Zal ik eens even tussendoor een stelling doen? En dat is meer uit eigen ervaringen. En dat is echt dat als ik in de winter ging vissen en het regende, dat waren echt bij mij de dagen dat ik en natuurlijk helemaal kachelhout aan de waterkant zat en dat ik zo weinig ving dat vaak dan een koude nacht gevolgd door een mooie dag, dat ik nou eigenlijk de beste winterresultaten heb gehad. Dus anno 2022 ga ik eigenlijk niet meer wintervissen als het echt van dat hondenweer is. Ja, en dat is wel leuk dat je dat zegt. Die herken ik heel erg. Maar wat ik ook al herken is met name later in de winter, als het water al een hele tijd heel koud is geweest. En de buitentemperatuur is warmer, waardoor de regen ook warmer is, kan het juist ook alweer erg opleveren. Oké, daar zit ook wel weer wat in. Als ik dan... Eén sessie uit mijn eigen ervaringen. Ik was vorig jaar met Willem Quinten, Mike Tillen en ook weer René Treffers op pad. En toen was het heel lang koud geweest. En toen kwamen we aan, Etmaal was nog relatief koud. En toen ging het waaien en toen kon je 's nachts in een trui buiten staan in januari. Ja. Hè? Dus het was gewoon 8 graden 's nachts en een relatief warme wind. En toen ging het helemaal los en ook 's nachts ging het echt los. En hebben we echt een paar hele mooie vissen gevangen. Dus ja, dat is dan misschien weer zo'n mega weersomslag dat die vissen denken, hé, hier houden we van. Maar goed, gaan we door naar het volgende item. En dat is ook waarvoor we je dus eigenlijk hebben uitgenodigd. En dat is Aas. Je bent consultant bij CBB, Carp Beters Benelux. Klopt. Ik denk dat heel veel karpvissers het logo kennen. Het staat ook achter jou op het, kassie. Kun je eens kort vertellen hoe ben je erbij gekomen? En het zijn gestoomde boilies in plaats van gekookt. En daar vind je ook het een en ander van. Ja, zeker. Nou, ik ben er, ik geloof, een jaar of 3 geleden bijgekomen. Eerst had CBB in België. Mm-hmm. Toen heeft Willem het naar Nederland gehaald. En hij produceert zelf een loods in Midden-Nederland. Wat ik eigenlijk van gestoomde bolies het voordeel vind ten opzichte van gekookte bolies. Natuurlijk zullen ze allebei vangen. En ik ga ook niet zeggen dit is beter en dat moet je vooral doen. Maar grote verschil zit er dan toch wel in op het moment dat jij bolies kookt. Nou, je weet ongetwijfeld zelf wat er allemaal uitkomt. De grootste bende, ellende. En je wil daar geen slokje van nemen. En op het moment dat ik de bolie stoom, dan komt er eigenlijk relatief best schoon water komt eruit, zeg maar. Ja, dus er blijft veel meer in een bolie zitten op het moment dat je hem stoomt dan dat je hem kookt. Ik zal het even uitleggen voor de mensen die denken, ja, bolie stoom heb ik nou nog nooit van gehoord. Kijk, wat de normale manier van bolies maken is, dat is, het gaat gewoon in kokend water in een soort frietpan, zeg maar. En dan na 4 minuten worden die bolies omhoog gehaald. Hup, wordt het te droog gelegd. Terwijl gestoomd is eigenlijk alsof het in een soort van koelkast zou je het eigenlijk moeten zeggen. Een stoomkast. Deurtje gaat dicht. De bolies liggen op kratjes vaak of gewoon rekjes. Vervolgens na een paar minuten stomen worden die eruit gehaald. Worden ze ook te droog gelegd. Het droogproces duurt veel minder lang, omdat die bolies niet helemaal volgezogen zijn. En ja, dat is natuurlijk toch best wel een andere manier van bereiden. Het is vaak ook een wat duurdere manier van bereiden, want je kan minder kilo's per uur doen. Maar ja, het is op zich wel mooi dat Willem ervoor kiest om het op die manier te doen, om zich te onderscheiden met het aas.
En wat je zegt, het kookwater van boilies, dat is soms zo melkachtig, zeg maar, dat je denkt, ah, de voedingsstoffen zijn er wel een beetje uit gegaan. Ja, er blijft gewoon veel meer behouden. Mm-hmm. Dus, en het wordt niet per se zachter of harder. Dat ligt er natuurlijk ook aan hoe lang je iets kookt of hoe lang je iets stoomt. Mm-hmm. Maar er blijft veel meer in die bolie zitten, waardoor je er eigenlijk ook minder in hoeft te doen. Ja, maar goed, nu hebben we het over boilies. Maar ik ben eigenlijk benieuwd, het is nu winter. Ja. Ja, je gaat niet met 25 mm vissen. Nee, zeker niet. Ik sta er ook altijd van te kijken als je mensen in de winter naar het buitenland ziet gaan, wat ze allemaal meenemen aan aas. Mm-hmm. En dan eigenlijk er toch op uitkomen dat ze met een blikje mais meer vangen dan met de 25 mm knikkers. Ik heb eigenlijk een aantal gradaties, zo zou ik het willen zien. Ja. Je hebt de bolies, dan heb je de pellets, dan heb je paste en liquids. Ja, boliedeeg. Ja, en natuurlijk voedsel. Als ik kijk naar bolies... Als en de particles dan? Ja, telt ook mee, hè? Ja, nou laten we die naast natuurlijk voedsel, zeg maar, het blik mais en zo zetten. En gebruik ik ook zeker. Als je kijkt naar bolies... Ja. Wat ik het mooiste eigenlijk vind, is je bolie zo attractief mogelijk maken. Je zit in de winter, het is donders koud, je wil gewoon vis vangen. Mm-hmm. Anders zit je liever thuis met vrouw en kind. Goed, dus, hey. Punten gescoord thuis. dus wat ik eigenlijk, waar ik eigenlijk voor zou kiezen, is vooral klein aas mee. 10 mm bolietjes. En wat, je dan, wat een hele leuke techniek manier is, zeg maar, om ze nog attractiever te maken, is de heat treatment. Ja, heel veel mensen... We hebben er wel eens van gehoord, maar kun je eens uitleggen wat het is? Want ik denk dat van de 100 mensen, 100 karpervissers, dat misschien 2 of 3 het ooit gedaan hebben. De heat treatment is eigenlijk een soort van nabehandeling van al bolies die je in de winkel kunt kopen. Mm-hmm. Wat je eigenlijk weer doet, is je gaat het vocht dat uit een bolie onttrokken is door het te drogen, ga je er weer inbrengen. Hartstikke mooi, want daar wordt die zachter van. Ja. En daardoor beter verteerbaar over het algemeen, als je een goed verteerbare bolie kiest. Maar wat je daar ook mee kunt doen, is natuurlijk liquids inbrengen. Dus op het moment dat jij eigenlijk de liquid verwarmt, en dat kan gewoon water zijn uit het water waar je vist, dat kan kraanwater zijn, voeg daar wat liquids aan toe. Kokend water. Ja, kokend water. Ik heb hier, wij hebben van die baitbooster flesjes. Ja. Dat voeg ik eraan toe. Er zit heel veel attractiviteit in. Doe je dat in de waterkoker erbij, waar je vriendin ook... Nee, dat doen we alleen de slipjes. Onder het vocht en dan... Precies. Okay. Nee. Ik ben geen bierbrouwer, maar ik heb een bierbrouwketel gekocht. Oké. Om de boel daar... dat doe ik ook voor mijn partikels, om te koken. Nee, want de heat is ook... Dus ik denk dat mensen nog steeds denken, maar wat bedoel je nou? Maar je zet je boilies dus onder water met water wat gekookt... Wat eigenlijk gekookt heeft. Ja, of dat net uit... Precies. Wat je daarna kunt doen is het een tijd laten staan. Maar eigenlijk nog mooier vind ik, dat is, na 10 minuten giet ik het af. Ja. Gaat het meteen de vriezer in. Dan zijn ze eigenlijk nog heel warm. Op het moment dat je warm water in de vriezer doet, bevriest het sneller. Oh, oké. Okay. Misschien een leuke tip voor ijsklontjes ook. Als je ijsklontjes wil maken, doe dat met warm water, bevriest het nog sneller. Echt waar? Op het moment dat gebeurt, je hebt ze in de vriezer. Eigenlijk gaat een bolie iets meer openstaan, dan kan het beter vocht opnemen. Dus zodra het eruit komt, je laat 24 uur in de vriezer zitten, het komt eruit. Dan ga je dus met de liquids aan de gang en zuigt dat zich nog meer op. En dan krijg je eigenlijk een bolie, als je hem door midden snijdt, dat die veel beter... Volgezogen is. Ja, precies. En anders zie je alleen de buitenkant, omdat dat vaak het hardste deel is van de bolie. Dus dat is in het kort eigenlijk de heat treatment. En je kunt het zo gek en mooi maken als je wil met verschillende liquids. Je kunt je heat treatment op verschillende manieren pimpen. Mm-hmm. Wat je er ook bij kunt doen is bijvoorbeeld whisky liqueur. Ja. Er zit een mooie milky geur en smaak natuurlijk aan. Oh, ja. Ook de alcohol die erin zit, dat doet het dan voornamelijk. Dat zijn natuurlijk supermooie voorbeelden eigenlijk. Ja, dat triggert gewoon vis. Als je kijkt hoeveel flavors er gemaakt zijn. Maar vervliegt dat niet? Ja, veel sneller. Maar juist dat, maar daar komen we later nog op. Een soort voor die waarneembaarheid. Ja, en je wil vissen niet voeden in de winter. Je wil ze vangen. Ja. En wat er vaak gebeurt is dat we lekker gaan voeren, want dat trekt de vis aan. De vis komt niet speciaal naar jouw plek toe. Ja. De vis is op een plek waar hij zich prettig voelt. En daar moet je ze gaan belagen eigenlijk. Oké, hebben we al wat mooie stapjes gemaakt. We hebben het natuurlijk gehad over waterkeuze, we hebben het gehad over stekkeuze, de verschillen onder water. En dan nu een aantal dingen over aas.
Jullie hebben van CBW een aantal verschillende pallets. Ben je dan zelf voor de, eerder voor de maispallets of echt voor de vismeelpallets in de winterperiode? Ja, het is, je hebt echt de zware vismeelpallets, maar je hebt ook lichtere vismeelpallets. Mm-hmm. En daar zou ik zeker voor gaan, dan met name eigenlijk de meest kleine die je hebt. Wij hebben 3 mm pallets mm-hmm. in het assortiment en je merkt gewoon, je kunt daar zoveel mee. Ook weer hetzelfde als dat we zeiden met de bolies, met de heat treatment, kun je dat natuurlijk ook met pallets doen. En het mooie van pallets is op het moment dat het zachter wordt, je hebt alle attractiviteit erin. Ja. En daar kun je weer ook dingen aan toevoegen. Je creëert eigenlijk een soort van je eigen paste, om het zo maar te zeggen. Ah, je, ja, je deeg. Met alles erin, niks vervliegt. Omdat alles op het moment dat jij iets vochtig maakt... blijft het bij elkaar natuurlijk. Precies. Ja. En niks verdwijnt. Wat je daar ook weer aan toe kunt voegen is bijvoorbeeld natuurlijk kaas, maden. Ja, je hebt het bij. Want zou jij, als je nu in de winter gaat vissen, zou je nog van huis gaan zonder maden? Als je 3-4 dagen weggaat, dan heb je nee, altijd wel bij. Nee, wat wel leuk is, ik heb eigenlijk het hele jaar door altijd een bakje wormen in mijn auto staan. Nou, ik heb net gezegd, ik heb veel minder tijd om te vissen. Maar instant vissen, een paar uurtjes hier en daar, dat zit er nog zeker in. Maden die gaan best wel snel overstuur. Ja, dat vind ik niet zo leuk. Als die in de auto staat in de zon, dan... Nee, ik heb het zo ook al eens uit mijn auto moeten vissen, zeg maar. Ja. Maar wormen, die blijven veel langer goed. En je ziet gewoon, zeker op de kleine stadswatertjes waar ik dan vis, ja, daar wordt eigenlijk niet gevist nee, met de tuurkaas. Niemand durft dat. Nee. We hebben toevallig een paar weken geleden hebben we een tutorial gemaakt, live gezet op de KWO community, met precies daarin hoe je een rig kan knopen, hoe je met wormen kan vissen. En als je dat dan ziet, dan denk je, ja, zo heel veel stelt het ook niet voor. Je moet gewoon alleen net even weten hoe het moet. Oké, dus we hebben het gehad over bodyspellers, grondvoer, degen, liquids. Ja, en dan is eigenlijk de vraag van, ja, wat is het verschil in je aanpak wanneer je enkel wilt prikkelen of juist wilt voeden? Want hoe kouder het water wordt, hoe minder je wil voeden natuurlijk. Ja, zeker. De eerste tip die ik eigenlijk wil geven is, neem niet te veel voer mee. Ik rij liever nog een keer op en neer. In een buitenland sessie is dat natuurlijk mm-hmm. anders. Maar op het moment dat jij meer voer mee hebt, je neemt een kilootje bolies mee, een kilootje pellets, dan ga je al snel te veel voeren. Ja. Begin nou eerst gewoon eens met iets minder. En verleg regelmatig je onderlijntjes, je montages. Ik denk dat je dan veel verder komt dan dat je prompt overal gaat voeren. Gaat je sporten? Dat gebeurt zo vaak. Ja. En wat we ook zien is, op het moment dat een vis al goed vol zit, dan wordt hij veel minder goed vangbaar. Zeker vanuit het najaar naar de winter toe. Zelf een mooi voorbeeld in België. Dat wij kwamen eraan. We hoorden dat er een goed visbestand moest zitten. We waren met z'n drieën. Mm-hmm. Eén daarvan begint al lekker te voeren, voerstekje te maken. Want ik denk, ik word toch gesponsord. Precies, want het is najaar. En ik en een andere maat die visten wat voorzichtiger, zeg maar. Mm-hmm. En het heeft een hele week bij die maat die voerde geduurd voordat hij een aanbeet kreeg. Zo. Terwijl wij veel vaker de hengels verlegden en eigenlijk zo achter de plekjes kwamen. En wat we pas na enkele dagen te zien kregen, waren visfoto's van de locals, zeg maar. Die lieten zien dat die vissen al helemaal op topgewicht zaten. Dus ja, voor wie voer je dan? Die vissen worden het hele nodig. Jaar belaagd. Nee, die hebben het helemaal niet nodig. En dan zie je, als je kijkt sinds corona, hoeveel er gevist wordt. Niet alleen op de vijvertjes, maar ook op de grote water. Dat is echt bizar. En iedereen die gooit wel wat in. Dus die vissen hebben het gewoon niet meer nodig. Ja, in de KWO-studio krijgen de gasten altijd wel wat huiswerk mee. En dit keer had ik aan Bjorn gevraagd van, joh, je hebt een onderwaterkamer. Je loopt wel af en toe wat clipjes te streamen. Zou je eens eventjes wat materiaal mee kunnen nemen? Nou, je hebt 3 verschillende clipjes gemaakt. Niet al te lang, maar wel met interessante beelden. Kun je, voordat we gaan kijken, even kort uitleggen waar, wat voor soort water en welke periode van het jaar? Ja. De clipjes die zijn geschoten in de winter. Mm-hmm. Druk bevist water, wel veel vis. Maar vis wel die dus klappen van de zweep kennen? Zeker, zeker, zeker. Het is daar echt niet eenvoudig om 1, 2, 3 een visje te vangen. Je moet echt op de juiste plekken zijn en de juiste momenten, zeg maar. Wat je zometeen gaat zien is dat wij eigenlijk met de wintermixjes, dus heel klein, compact, goed verteerbaar voer, vissen proberen te prikkelen. Ik zal de eerste alvast aanzetten, kunnen we eens kijken wat er gebeurt. Ja, je ziet hier het richtje naar beneden gaan.
En er dwarrelt gewoon wat voer bij. Is het vanuit de hand of vanuit de voerboot? Ja, dit is wel een leuke. We hebben dat specifiek met zo'n bushwhacker gedaan. Wat je merkt, ja, is op het moment dat je heel veel klein voer hebt, dat niet zo lekker kneedt of niet zo lekker compact komt. En we willen juist ervoor zorgen dat het voer heel compact terechtkomt. Ja. Dat je eigenlijk op zo'n klein mogelijke plek die vis wil laten azen. In de winter, het gaat allemaal trager, het duurt allemaal langer. En wat ik eerder al heb aangegeven is dat ik eigenlijk heel kort op stekjes vis. Dus wat we hebben gedaan is het voer in een bushwhacker gedaan. Ja, zo'n vooraf, drijvende schep is dat, hè? Plop. Klopt, vooraf goed gekneed, zo'n ballmaker gebruikt. En wat je dan ziet, we hebben het eigenlijk dusdanig substantie zeg maar gemaakt dat op het moment dat het water raakt, dat het eerste zakt. Moment nog compact blijft en daarna uit elkaar zakt. En dat zie je eigenlijk hier gebeuren. Ja, en ik denk dat heel veel mensen niet beseffen dat als jij bijvoorbeeld zegt, ik heb een of ander voertje en ik gooi dat zo woet, in het water en het is één hand, dan lijkt het veel in je hand. Maar als je het zo een zwieper geeft, dan is het op 3 meter water, ja, dan ligt het op 6 bij 2. Nou, wat ik wel interessant vind, is dat sommige mensen ook, die gebruiken bijvoorbeeld gemalen tijgernoten, het meel, lekker wolkende of melkpoeders. Dat gooien ze een voerboot mee vol en die varen naar een stek toe en die gaan dan op 1 meter of 4 gaan ze droppen. Ja. Maar waar krijg je dan alle attractie? Die krijg je eigenlijk in de bovenste waterlagen. Ja, terwijl, het wolkt. Ja, terwijl je vist op de onderste, in de onderste waterlaag. Dus ik zie daar niet heel erg voordelen van in. Wat je zou kunnen doen is dus veel meer ballen kneden en dat is gewoon testen, proberen. Ja. En op het moment dat het eigenlijk wat dieper terecht komt, dat het dan pas uit elkaar valt. En vis je ook veel met PVA-zakjes of met PVA-funnels? Of? Zo min mogelijk. Ja? En dat is, ik heb daar een beetje slechte ervaring mee, maar niet alleen in de winter. Ben je winter. Gewoon lui? Heb je geen zin? Nee. Ik probeer echt allemaal piekfijn in orde te hebben, maar het is PVA, er zit zoveel verschil in oplasttijd. En zie, je hebt van die PVA-wokkels, van die grote zakken koop je dan. Of grote zakken, een litertje of zo is het. Met gekleurde PVA-wokkels. Nu heb ik heb een bootje op een heel groot water in het midden van Nederland. En wat ik daar heb gedaan, is vlak voor de boot gewoon mijn rig laten zakken. En gewoon gekeken, wat gebeurt er nou eigenlijk? Hoe lang dat schuimpje? Was warm water, ergens in augustus, september. Dus niks aan de hand, niks geks. Duurde 20 minuten voordat het opgelost was. Ja. 2 wokkels tegen elkaar, waar mijn haak tussen zat. 20 minuten. Nou moet je nagaan als je dat in de winter doet en je test dat nooit. Dus wat ik wil meegeven, als je PVA test, zeker in de winter, leg nou precies dezelfde soort presentatie even in de kant. Ja, dat is wel een goeie inderdaad, want als je... Je wil natuurlijk niet hebben dat jij je richtje helemaal met een bodynaald door je PVA-zakje haalt of door je funnel dingetje. En ik denk ook dat... heel veel mensen hebben natuurlijk zo'n funnelmaker, dat je met zo'n stampertje dat aanstampt. Nou, ik denk, als je dat doet, er ligt zo'n worstje op de bodem. Dat is leuk. Maar je wil juist ook dat het, zoals wat je hier op de beelden ziet, dat het zo'n wolkend effect heeft. Wat je nog wel kunt doen, is je hebt tegenwoordig ook veel meer PVA dat voor de winter geschikt is. Dus dat het wat dunner is, wat sneller oplost. En op het moment dat jij iets heel hard aanpakt, prest, zeg maar. Maar er zit nog wel wat lucht tussen. Dan kan die echt openklappen. Ja. En dan krijg je het iets meer verspreid. Dan gaan we naar het tweede clipje. Dat is dus dezelfde camerastandpunt, dezelfde situatie. Alleen dan zijn de vissen gearriveerd. Zeker. En dan zie je hem gaan, hoor. Henkie, rechts in wild. Henkie zwemt daar rechts in wild. En daarachterin zie je ook nog een vis zwemmen. Wat je al ziet, is dat vissen veel trager bewegen. Ja. En hij is al best wel een beetje geprikkeld door het voer. Daar ligt daar een heel klein richtje. Ja. En die gaat hij oppakken. En hij zwemt een stukje. Weg is die. Ja, wat ik... iets waarvan ik heel veel mensen een fout zie maken in de winter. Dat is dat ze bijvoorbeeld met chotsrigs vissen. En daar is niks mee mis. Maar als je bijvoorbeeld in de winkel kant-en-klare chots hebt. Dan zijn dat vaak van zulke jetsers van riggies. En dat betekent dus ook, als je dan een leader hebt en die... Shot, doe nog eens een centimetertje je leader omhoog trekken, dat dan je aasje soms wel 7, 8 centimeter boven de bodem hangt. Terwijl hoe kleiner de vis, hoe meer die vaak met zijn neus in de bodem zit. En als we deze opnieuw afspelen, dan zie je het ook. Die vis is nu niets aan het oppakken, maar die gaat zo meteen dus wel echt als een soort... Ja, dat hij bijna met zijn neus in de bodem zit. Dus ja, dan wil je niet heel ver boven de bodem vissen. En je ziet ook dat die eigenlijk best nu gaat hij pas azen en dan...
best wel snel voor het haka's gaat. Dus dat is ook wel een goede tip die ik kan meegeven. Op het moment dat je met haak of kunt kiezen uit verschillende haka-soorten, mm-hmm. kies dan ook iets waarbij je goed het contrast ziet. Je ziet daar een hele donkere bodem, ja. heel veel bladlichter en dat witte voer, dat is perfect zichtbaar. En het witte haka's, in dit geval een klein snowmannetje, nou, hij gaat er bijna direct voor in plaats van dat hij eerst dat kleine voer opzuigt. Ja, dat zijn de mooie dingen in het leven om even jezelf te onderscheiden ten opzichte van wat de vissen ook zien. Dan hebben we hier al een frenzy. Ja, dit is tof. Daar word je nou echt enthousiast van, helemaal als je achter de camera zit. Ja. Ja, dit kon je live meekijken. Ja, je ziet ook de vissen elkaar een beetje wegduwen. Dus er komt gewoon voedselnijd. Ja. En ook al is het nog zo klein, ook al is het nog zo koud, je kunt gewoon vissen prikkelen. Ja, ja, een van de dingen die ik daar wel op wil zeggen. Als je dus weet dat je op de vis zit, dat de vis dus in de buurt liggen. En dat kan je bijvoorbeeld zien als je een voerboot hebt waar je dus een goede dieptemeter op hebt. Maar soms voel je het ook gewoon als visser. Van joh, oké, zit zo je vis, je ziet een paar keer wat draaien, je ziet misschien een vis, zie je zwemmen. Wat heel veel vissers doen als ze in de winter gaan vissen, is dat ze beginnen, ze varen hun rig uit, of ze gooien uit, voeren een paar boilers met de pijp bij en vervolgens gaan ze vier op een stoel ja. zitten. Terwijl, waar ik echt van overtuigd ben, is dat, en dat zie je ook perfect op dit voorbeeld, clipje 2 zie je één vis en die aast heel voorzichtig, clipje 3 zijn er gewoon 3-4 vissen die elkaar opjutten. En het regelmatig bijvoeren van kleine hoeveelheden aas is denk ik een van de sterkere manieren. En ook al kost het dan wat meer werk omdat je een paar keer met je voerboot vaart zonder dat daar een rig in ligt. Ik denk echt dat dat iets is om het verschil te maken met attractief aas wat heel weinig voeding geeft. Ja. Maar wel ja, zorgt dat ze elkaar een beetje opfokken. Want je ziet ook hier hoe heerlijk die vis dan uiteindelijk dat toch gehaakt wordt. Nou, ik zou het je nog sterker vertellen. We hebben nog veel meer clipjes. Mm-hmm. En dit voer, dat is echt binnen een paar minuten weg. En als je, wat je net zegt, als je een aantal uur zit te vissen en je legt het één keer in, het is zo zonde van je tijd. Want het leuke is, bij het vorige clipje werd de vis niet gehaakt. We vissen toen met een relatief kort onderlijntje. Ja, je hebt hem hier ook meegenomen. Dit is het uiteindelijke onderlijntje dat het geworden, zeg maar, is. Ja. Om de vis wel te haken. Maar wat we eerst hadden, was dat we visten met een hertje. Dus meer bewegingsvrijheid, precies. Zou je denken. Dat zal wel beter zijn. Ja, dat kan lekker inhaken. Je ziet de vissen ook nog bewegen. Maar eigenlijk, omdat het zo traag gaat, je ziet die vis ook heel traag zijn kop opheffen, zeg maar. Hebben er later voor gekozen om een haakaasje op een warteltje te vissen, veel korter op de haakstil. En je ziet, hij haakt gewoon direct. En vaak heb je het lood ook nog niet eens nodig om een vis te haken op het moment dat je goed scherp, klein vist. Dus wat ik in de winter zou willen adviseren is ook, als jij je haakaasje kort op je haak kunt aanbieden, niet te groot en ook niet te zwaar, zodat zeg maar evenwicht goed is, zeker doen. Ja, wat ik daar nog aan toe zou willen voegen is rigwise. Als je je haakaas kort op je haak vist, dan hou ik ervan om een haak te kiezen met een vrij grote gap. Dus dat houdt in dat de afstand tussen de haakpunt en het haakoog, dat vrij groot is. Dus dat je niet een of andere, hoe leg je dat uit? Ja, of bijvoorbeeld zoals hoe jij nu vist, met een relatief grote liner. Dat de kans dat de karper hem haakt, dat hij geprikt wordt, is gewoon heel groot. Want zo'n vis gaat, is niet dat hij aankomt zwemmen, pakt dat op en hij strekt de onderlijn. Nee, het is vaak gewoon back in de bodem, pakken, 3-4 centimeter naar links, naar rechts. En dan moet hij eigenlijk al, door bijvoorbeeld zo'n wat langere stil en een grote gap, dat het gewoon zo scherp haakje ook, dat hij gewoon goed prikt. Is dit zo'n kamakura? Ja. Het is bizar hoe scherp, hè? Dat het kan met het leraarsalaris is een wonder, maar ja, goede sponsor, hè? Goede sponsor. Ja, ik denk het. Nee, dus dat zijn mooie tips. Wil ik met jou nog hebben over in de winter naar het buitenland gaan. Ja. Want dat is ook iets wat je af en toe eens doet, hè? Zeker. Ik heb in de winter meerdere keren op reservoirs gevist. Midden-Frankrijk, je mag officieel niet nachtvissen. In de winter wordt dat allemaal iets meer door de vingers gezien. Ja. Wat we daar gewoon merkten is ook weer locatie waanzinnig belangrijk. We hebben daar weer met z'n drieën gezeten, 4 nachten geloof ik, of 3 nachten. Even een midweek sessietje. Precies, rond kerst.
op één hengel alle aanbeten, verder niks. Mm. En dan echt ook 10 aanbeten of zo? Of? Nee, niet. Maar 4, 5 aanbeten. Wel wat betere vissen ook ertussen. Ja. Maar wat je daar weer zag, reservoirs over het algemeen saai qua bodemverloop. Net onder een richeltje aan de overkant. Dat was de plek. En we hebben er nog hengels naast gelegd, zeg maar 10, 15 meter daarnaast. Echt? Niks. Echt joh? Niks. Bizar hè, dat dan een paar vierkante meter... Ja, en wel op de dieptemeter konden we niks zien. Dus dat die vissen... We kregen alle aanbeten midden in de nacht. Terwijl je zou zeggen, joh, in de winter, zonnetje erop, niet al te diep. Daar gaat het gebeuren. Toch niet. S'nachts liepen ze af. Ja. Ja. Ja, maar dat zijn ook weer de leuke dingen hè. Je hebt, vooraf heb je natuurlijk een gedachtegang van... Zo, ik vermoed dat het nu zo en zo zal zijn. Ja. Nou, ja, ik dacht dat ik spekkoper was, want ik zat op het ondiepste deel van het water. Ja. Maar helaas. Ja, helaas. Ja. Gelukkig viste vis om vis. Dus ja. Nou ja, ik ging zelf ook nog met een mooie vis naar huis. Dat scheelt. Kijk, en als je dan... wat heb je wel eens in de winter op betaalwater gevist in het buitenland? Nee, dat niet. Maar wat ik zie in jullie film, zeg maar, is dat ook weer de locatie gewoon waanzinnig belangrijk is. Ja, dus wel zo, toen ik die video maakte met Willem Quinter, René Treffers en Mike Tiller, dat waren wel water waar zoveel vis zat, ja, klopt. Dat het ja. ook wel echt heel ja. makkelijk was. En achteraf dacht ik van ja, dat was misschien ook niet echt een representatief water voor wintervisserij, omdat het eigenlijk bewijzen van, er zat zoveel vis, dat je altijd wel een keer met een van je hengels in de buurt van de vis lag te vissen. Dus niet super uitdagend, maar wel natuurlijk gewoon heerlijk om in de winter een paar vissen te vangen. En ja, weet je, iedereen heeft ook zo zijn eigen visserij. En vroeger was het veel meer dat je twee kampen had, betaalwater, openbaar vissen. En hoe ik er nu in sta is van, joh, mensen moeten gewoon lekker gaan vissen waar ze plezier in hebben. Ja. En hoe ze hun visserij met een glimlach beleven. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Maar ja, als je in de winter wil vissen, zijn er een aantal dingen om rekening mee te houden. Je had een mooi lijstje eigenlijk met tips had je gestuurd. Van joh, wat zijn dingen die jij meeneemt of die je juist thuis laat in deze periode van het jaar? Ja, wat ik zeker mee zou nemen... Buitenom je zaklamp om de vissen te zoeken? Absoluut. Is nog een apparaatje en dat is deze jongen. Kijk eens even aan. Gewoon het benzinebrandertje. Weg met dat gas. Ik word er helemaal... Para van. Ja, precies. Gas altijd koud, loopt niet goed. En met die benzinebrander, ik heb nooit geen gezeur. Ook al waait het nog zo hard. Ja, is gewoon aansteken. Hij gaat gewoon altijd aan. En ja, qua aanschaf zit hij al gauw richting de 100 euro. Maar als je kijkt, de meeste gaspitjes van tegenwoordig, daar betaal je ook al gauw 5-6 tientjes voor. Ja, als je een beetje een design dingetje wil van een bekend merk. Ja, dan hoor je er ook helemaal bij. Maar het doet het voor geen meter. Ja, en dan kan je er weer een hoesje omheen doen en een dingetje. Zal ik even eerlijk zeggen, Want mijn ervaring is met die benzine dingen is dus van... Oké, dan moet je pompen. Ja. Vervolgens komt er een vlam uit, die is geel. En dan is heel de onderkant van je ketel dus zwart. Ik vind het nogal een gedoe. Het is 15 keer pompen. Je steekt hem aan. Je laat hem even hard lopen. Dat doe je voor 10 seconden. En daarna zet je hem zachter en krijg je een hele egale vlam. Oh, dus het is ook een beetje... Verkeerd gedaan waarschijnlijk. Nou ja, ik denk het. Maar ja. Ik maak eigenlijk nooit fouten natuurlijk. Hè. Snap ik. Oké, nou, goed vol te houden is kleding natuurlijk belangrijk. Dat je dat ook gewoon goed fixt. Ja, goed warmt. En ook zeker als je tenen eenmaal koud zijn. Nou, dan ben je gewoon de sjaak. Ja. Dus wissel ook regelmatig van sokken. Laat je laarzen een beetje luchten. Die laarzen van tegenwoordig kan allemaal de voering uit. Ja. Doe dat ook overdag. Vaak zit ik overdag gewoon met mijn slippertjes. Is op sommige wateren niet heel handig, heb ik ervaren. Maar gewoon de boel lekker laten luchten. En kleed je ook niet te warm aan als je bed ingaat. Ja. Want je hebt er geen fluit aan op het moment dat jij warm uit je bed, met dik aangekleed en je staat buiten. Dan krijg je het dus nog ijskoud. Of je gaat zweten als een otter. Dan krijg je het er gewoon hartstikke koud van. Ik heb liever dat mijn jas leg ik vaak naast mijn stretcher neer. Dus dan is het run, oké. Eerst naar buiten toe, jas eigenlijk soort van op je rug. Kijken of het te doen is. Eerst aanslaan natuurlijk. Ja, en dan, yo maat, hou me heel even vast. Dan trek ik mijn jas even aan. Dus dat zijn goede tips. Nou goed, weet je wat ik nog zat te denken? Zo'n gesprek als dit is natuurlijk leuk. Het is eigenlijk nog leuker om dingen in de praktijk te gaan bekijken. Bij CBB hebben jullie een eigen cameraman die vaak meegaat met jullie vissers. Klopt, dus ik wilde eigenlijk iets leuks doen. Dat is namelijk dat ik een opdracht geef. Alleen ik niet zelf, maar de kijkers. Dus deze video wordt natuurlijk gedropt onder andere op YouTube. Dus dames en heren, hebben jullie een mooie
uitdaging, quest voor Bjorn, die hij de komende winter moet gaan vervullen. Laat het zeker weten in de comments onder de video. Dus moet hij op 2 wateren binnen 24 uur een vis vangen, of met 4 verschillende aassoorten een vis vangen. Verzin wat leuks. En we kunnen wel misschien een prijs eraan hangen. Ja, zeker. Degene die wordt uitgekozen, die wat zullen ze doen? 2 emmers boilies en wat een boilie, een liquidje. We gaan een heel mooi winterpakketje ervan maken. Nou, ja. Dan gaan we dat doen. Dank ik jou, Bjorn, voor je komst naar de studio. Heb je nog één in de camera, een wijze quote om het af te sluiten? Wat wil je nog meegeven? Ja, ga gewoon lekker plezier hebben. En kijk waar jij voldoening uithaalt. Vaak als je in de winter gaat vissen, je ziet filmpjes, je wordt een beetje gek gemaakt door media. Let daar niet te veel op. Kijk waar jij eigenlijk voldoening uithaalt en stel jezelf een doel. Mijn doel is niet om de grootste vissen van het water te vangen in de winter. Mijn doel is gewoon om lekker te vissen, actief te zijn en op die manier plezier te beleven. Dus sta je niet te blind, ga gewoon lekker doen vooral. Nou, dat vind ik een mooie afsluiter. Heb ik nog één kleine toevoeging. En hoe ik het zie is dat als er één periode is om naar de waterkant te gaan samen met een goede vriend of vismaat, dan is de winter echt de allerbeste periode. Neem die tijd, het is vroeg donker. Zorg ervoor dat je een lekker bekertje soep hebt, zodat je het warm houdt. En dan is het de winter de mooiste tijd om verhalen op te halen, je vriendschap te gaan uitbouwen. En dan zou ik zeggen, Bjorn. Het is de eerste keer dat ik fout zeg, hè? Ja, nee, je doet het heel netjes tot nu toe. Ja, Bjorn, ik kreeg net op mijn kloot. Ja, ik heet Bjorn. Zonder puntjes. En anders trap ik hier heel de studio door. En dat voor iemand uit Zeeland, dat is toch best wel een kunst. Nee, jongens, bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Ciao.